Ik blijf wel kijken. Ready? En dan heeft Kramer in Krol natuurlijk ook de ideale tegenstander. De man die notabene op het ijs van Deventer 1.47.87 reed al dit seizoen. Dat is een toptijd, dat is een baanrecord. Ja, de opening zal voor Krol worden. Krol derde de weken afstanden achter Nuis en Juskov. Kramer werd ook al 3 keer Nederlands kampioen op deze afstand. Maar zal op de 300 meter flink achter liggen. En 23.48. En de opening van Kramer is zeker niet slecht. 24.2. Krol kruipt over hem heen. Dat wist hij van tevoren. Nou moet hij mee. Twee handen op de rug bij Kramer. Kramer moet zich vooral niet gek laten maken. Dat is de fout die hij wel eens maakt op de 1500 meter. Gaan krabbelen als een tegenstander sneller vertrekt. Naomi van As, de vriendin van Sven Kramer. En dan lijkt het een groot verschil. En dat is ook een groot verschil. Maar Kramer kan echt vertrouwen op zijn rondetijden. Is ook nog sneller dan alle anderen. Alleen Krol steekt daar bovenuit. Als hij kan wat hij in Deventer kon, dan gaat hij hier een baanrecord rijden. Dan kan Kramer nu een 27,5 neerzetten. Weinig verval, we gaan naar de bel toe. Krol ver voor. Maar de tussenronde lijkt Kramer dichterbij te komen. Is dat ook zo? 28,0 is prima. 27,5 Kramer, een halve seconde sneller. Kruis daar net achterlangs. Nee, voorlangs, hij gaat voorlangs. Dit is een hele mooie slotronde voor Kramer. Twee handen op de rug. En dit is ook weer gunstig voor Krol. Want die heeft dan nog de binnenbocht. En dan gaat hier een baanrecord aankomen. Kramer blijft voor hoor. Kramer blijft voor. En Kramer gaat hier Krol inpakken. En dit gaat wel om de tickets voor de wereldbeker. Twee handen op de rug. Heel goed gedaan. Sven Kramer rijdt hier inderdaad een baanrecord. Wow. 1.46.88 is een geweldige tijd. Wat een vlakke race. Wat een vlakke race. En vanaf die positie zo terugkomen. Het zegt alles over de vorm van Sven Kramer. Gisteren al winst op de 5 kilometer. Wie gaat hier nog onderkomen? Kijk, dit is het oude baanrecord. 1.48.47. Toen nog ploeggenoot. Teamgenoot met Kramer. Nu voor verschillende ploegen. Nou, dit is zoals je de 1500 meter op zijn Kramers moet rijden. Met dank ook aan Krol, want dat was de gangmaker. Ja, en Krol kon die laatste kruisje goed gebruiken. Dus die beide mannen hebben elkaar min of meer geholpen. En je moet lef hebben hoor. Je moet lef hebben. Want de buitenbocht heeft officieel voorrang. Maar de topsnelheid van Kramer was groter. En dus kon die dit riskeren. Mooie rit. Tactische rit. En dit kun je alleen als je vroege vorm hebt. Kijk.